Welkom bij Keeping Up with Java. En als je erover nadenkt, is het eigenlijk best een vreemde titel voor een praatje. Want vroeger moest Java ons bijhouden. Weet je nog? Die releases die om de 3-4 jaar kwamen en mensen die zeiden Java is dood, staat allemaal stil, er gebeurt weinig. Nou, die wereld is wel goed veranderd sinds Java 9 released is in september 2017. In die tijd is er eigenlijk een keuze gemaakt om Java veel vaker te gaan releasen. Dus we zitten inmiddels al op Java 12. En Java 13 komt eraan in september. Dus iedere 6 maanden krijgen we een nieuwe release van Java. En dat is natuurlijk best wel spannend aan de ene kant. Aan de andere kant maakt Java ook veel wendbaarder. En wel iets wat ons bij aan het houden is. Als het gaat om nieuwe features, nieuwe mogelijkheden. Maar het roept nog wel wat vragen op natuurlijk. Hè? Van ja, wat zit er allemaal in? Hoe ga ik om met deze nieuwe wereld? En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we verder gaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd, we zitten hier met de aardige club developers. Wie van jullie developt op dit moment met Java 7 of eerder? Een paar handen, niet zo heel veel. En wie developt er met Java 8 op dit moment? Ja, kijk, de meerderheid. En wie is er al zo dapper geweest om met een nieuwere versie van Java aan de slag te gaan? Nou, toch ook wel een redelijk percentage. Heel goed om te zien. Maar we zien wel dat Java 8 op dit moment gewoon nog de de facto standaard is waar het gaat om development. En nou, ik denk dat dat logisch is en dat het te verklaren is. Maar ik denk ook dat we met elkaar daar wel stappen in moeten zetten als Java community. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Even kort over mezelf. Ik ben Sander Mak. Ik werk bij Luminous als fellow. Met een sterke focus op modulaire softwarearchitecturen. Daar zit een reden achter. Dat is omdat wij als Luminous niet alleen consultancy en projecten doen. Maar we ook daadwerkelijk producten bouwen die ja, uiteindelijk een lang leven moeten gaan leiden. En dan willen we natuurlijk onderhoudbare codebases, flexibele codebases. Dingen die uitbreidbaar zijn. En dan kom je al heel snel op modulariteit als architectureel principe daarvoor terecht. We hebben daarin best wel wat ervaring opgedaan met OSGI als modulesysteem. Maar zoals jullie waarschijnlijk weten, met Java 9 is er ook een modulesysteem in Java gekomen. Nou, dat vonden we natuurlijk reuze interessant. En onder andere samen met een voormalig collega van me, Paul Bakker, ben ik er vrij diep ingedoken. En is daar ook een boek voor O'Reilly uitgekomen. En dat modulesysteem, daar gaan we het zeker ook over hebben. Want het is een van de grotere nieuwe features in de nieuwe versies van Java. Maar tegelijkertijd is er ook zoveel meer. En dat zullen we ook voorbij zien komen. Daarnaast vind ik het gewoon heel erg leuk om ook te delen van wat we geleerd hebben bij het onderzoeken van die nieuwe features. Ook het in de gaten houden van wat er gebeurt in de Java-wereld. Dus dat doe ik op conferenties zoals deze. Ook op Pluralsight bijvoorbeeld, enorm veel content wat betreft nieuwere versies en nieuwe features in Java. Dus op die manier ja, proberen we ook vanuit Luminous, vanuit mij, te zorgen dat we de dingen die we leren ook op de goede plek weer laten landen in de community. Maar genoeg daarover, laten we eens gaan kijken naar Java. En wat er gebeurd is sinds die versie waar we nu allemaal mee werken, Java 8. En dat brengt ons in eerste instantie bij Java 9. Wat alweer 1,5 jaar geleden gereleased is, september 2017. En ja, dit was wel een van die grotere releases. Want net als dat we op Java 8 3 jaar hebben moeten wachten. En daarvoor op Java 7 een jaar of 3, 4. Was ook Java 9 uiteindelijk 3 jaar onderweg. En dat had een reden. Want er is een compleet nieuwe feature geïntroduceerd die heel veel stukken van de platform, van de taal van Java raakt. En dan heb ik het uiteraard over modules. Nou, ik ga jullie een snelle overview geven van de concepten achter het modulesysteem. Ik zal ook een demo laten zien van hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. En op die manier heb je hopelijk een goed beeld van deze nieuwe feature. En ook wat de impact daarvan is. Want ja, die is nogal stevig, kan ik zeggen. De grote vraag is natuurlijk van ja, oké, modules, je hebt er wel een soort van intuïtief gevoel bij, maar wat is zo'n module nou eigenlijk? En om dat een beetje goed te kunnen plaatsen, want ik kan wel zeggen van ja, een module is een nieuw stuk abstractie die je in je codebase kunt toepassen. Ja, hartstikke leuk, maar wat betekent dat nou? Dus om dat te goed kunnen plaatsen, wil ik jullie even meenemen in een trip down memory lane. Want stel je nou eens voor dat dit alles was wat we hadden. Gewoon instructies, right? Dit is natuurlijk het ultieme moment wat je vroeger ook ervaren hebt toen je begon met programmeren. Je doet gewoon wat regeltjes code onder elkaar en het draait. Maar je komt er op een gegeven moment achter als je hier wat ingewikkeldere dingen mee gaat bouwen, dat het toch best wel handig is om soms stukjes functionaliteit een naam te geven en te groeperen. En dat brengt ons natuurlijk tot functies of methodes. En die essentie van dingen groeperen en een naam geven, ja, dat zien we ook op andere niveaus terugkomen in Java, want methodes en data groeperen we weer in classes, zodat we het een bepaalde naam kunnen geven en kunnen groeperen op een logische manier. Maar niet alleen dat, die methodes, daar doen we ook nog iets anders mee. Daar denken we namelijk ook over na
is het een publieke methode of is het iets wat intern is voor deze klasse, wat een private internal implementation detail is. En dat kunnen we met die access modifiers op methodes heel goed aangeven. Dit helpt ons om schaalbaarder te programmeren, want niet iedereen hoeft meer alles van alle code te weten. Je moet alleen weten, wat is de publieke API van zo'n klas? Daar kun je tegenaan programmeren. Datzelfde concept gaat ook op een niveau hoger spelen, als we het hebben over packages. Dus methodes groeperen statements, classes groeperen methodes, packages groeperen classes. En ook een package is een manier van structuur aanbrengen, van abstractie aanbrengen in je codebase, om het op zo'n manier in te richten dat je bepaalde dingen voor jezelf houdt. Right? Je kunt publieke types in een class in een package hebben, maar je kunt ook dingen package private houden. En op die manier is weer dat afschermen een belangrijk onderdeel van het programmeren, van abstractie, van je codebase beheersbaar inrichten. Nou, eigenlijk is het verhaal niet zo heel erg ingewikkeld. Modules zijn gewoon de volgende stap. Dus een module groepeert packages. Je kunt een naam geven aan die module, zodat je er ook iets hebt om over te redeneren en dat te verwijzen. En je kunt iets doen met dingen encapsuleren en verbergen. Nou, om dat iets concreter te maken, dit is hoe je een module maakt in Java. Dus als je een groep packages hebt, dan kun je daar een module-info.java bij zetten. En dat is een zogenaamde module decoration. En in die module decoration geven we de naam van de module. Hier is de main. En eventueel nog andere statements. Maar in dit geval, dit is de simpelst mogelijke module decoration die gewoon valide is. Zo'n module-info.java, daar zit dus straks ook nog wat meer informatie in. Daar gaan we het over hebben. Maar die heb je niet alleen in je source code. Die heb je ook in je gecompileerde output. Want at runtime wordt die module decoration ook gewoon meegenomen. Dus de compiler die begrijpt het, maar de Java runtime die kan ook iets met modules. En at runtime zou zo'n module dus bijvoorbeeld prima nog steeds main kunnen heten en een aantal packages bevatten die bij elkaar horen, als het goed is. In dit geval main web, persistence, integration, you get the picture. En het aardige is, we hadden natuurlijk al iets wat hier een beetje op leek, jar files. Maar het interessante is dat jarfiles eigenlijk een fictie zijn. Want op het moment dat jij een jarfile op het classpath stopt, ja, dan weet de JVM helemaal niks meer van het feit dat die classes die erin zitten uit een bepaalde jarfile komen. En dat is misschien nog niet zo heel erg, maar zo'n jarfile weet eigenlijk ook niet welke andere jarfiles hij nodig heeft. En dan komen we op een heel interessant aspect. Want als je het hebt over modulair programmeren en je eindigt uiteindelijk met één module, ja, dan schiet het allemaal niet zo op natuurlijk. Als je modulair programmeert, dan wil je ook gewoon meerdere modules hebben die samen uiteindelijk één systeem vormen. En ook dat kun je kwijt in zo'n module decoration. Zo, wat we hier zien is een module main die uitdrukt door middel van requires helper, ik heb een dependency op die helper module. Dus ik heb code nodig die in die helper module zit. En die dependency, we hadden het net al over jar files, ja, die was vroeger nooit expliciet. Daar wist de compiler niets van, daar wist de JVM wist er niets van. En ik denk dat we allemaal wel eens die classpath-problemen zijn tegengekomen. Hè, waar je ineens een class not found exception at runtime krijgt. Omdat er een klasse vergeten is. Of een jarfile vergeten is op het classpath. Of andere vage errors omdat je meerdere versies van een library had. Dat had er allemaal mee te maken dat die jarfiles eigenlijk een fictie waren. En we hebben natuurlijk heel veel tools gemaakt. Rondom jarfiles en rondom dependency management. Die het leven allemaal iets makkelijker maken. Maven, Gradle, Maven Central. Dat is goed. Maar uiteindelijk is het niet echt een oplossing voor dit probleem. En de echte oplossing zit in het feit dat we nu expliciet die informatie ook in module decorations kunnen meenemen. En we dus daadwerkelijk in zo'n jarfile, want hè, een module is nog steeds een jarfile, maar dan met wat extra informatie, die module decoration, dat we daar ook die expliciete dependency informatie in kwijt kunnen. En at runtime weet de JVM dus ook, die main module, ja, die heeft die helper module nodig. En op het moment dat je de applicatie probeert op te starten. Met alleen die main module, en die helper module is er niet. Ja, dan zal die geen enkele regelcode van onze applicatie überhaupt starten. Hij zal gewoon direct gaan zeggen tegen jou, ja, op basis van de informatie die ik heb, moet je eerst zorgen dat die helper module er ook is. En op die manier hebben we een enorme stap voorwaarts genomen ten opzichte van het classpath. Maar zoals ik al zei, het gaat niet alleen over groeperen en benoemen, als we het hebben over modules. Een van de belangrijkste aspecten van modulair programmeren is ook het onderscheid maken tussen wat is nou API en wat is nou intern voor mij als module. En wat je daar ziet is dat by default alles wat in een module zit intern is voor die module. En pas als wij als developers zeggen van deze package, daarin zit API die ik ook voor anderen wil openstellen,
Dan kunnen we dat aangeven door middel van exports en dan een package naam. In dit geval is de package naam helper.api. En pas dan kunnen andere modules, als ze inderdaad een dependency hebben op helper in dit geval, gebruik maken van de code die in die helper.api package zit. Nou, de andere kant van de medaille is natuurlijk dat alles wat niet geëxporteerd is, is strongly encapsulated, zoals we dat ook al noemen. En dat klinkt misschien een beetje tegennatuurlijk, hè? En dingen verbergen en waarom is dat nou goed? Want we zijn allemaal voor transparantie, open source enzovoort. Maar dit is eigenlijk hetzelfde argument wat we net hadden op klasniveau. Namelijk, je wilt sommige methodes wil je publiek maken, sommige wil je voor jezelf houden. Datzelfde kun je toepassen op alle andere bovenliggende niveaus ook. Packages, maar ook op moduleniveau. Dus dit gaat echt over het controleren van welke stukjes van een component, een module, intern zijn. En op het moment dat je dat op een goede manier kunt afbakenen, zoals hier gebeurt, dan betekent dat ook dat je heel erg vrij bent in hoe je dat verder implementeert en hoe je dat verder evalueert qua implementatie. Er zal op geen enkele manier per ongeluk een dependency ontstaan op die interne implementatiedetails. En we zullen laten zien dat de JDK zelf best wel last had van het probleem en dat dit een van de oplossingen is. Dan is er nog een ander aspect en dat heeft alles te maken met reflectie. Want we hebben het net over strong encapsulation gehad en je zou kunnen denken van ja, dat is leuk. Maar in Java kun je altijd met reflecties er nog wel omheen werken. Toch? Toch? Nou, nee. In het geval van een strongly encapsulated package in een Java module kun je er zelfs met reflectie niet bij. En dat is natuurlijk best wel een dingetje, want we gebruiken heel veel frameworks die wel gebaseerd zijn op het feit dat zij met behulp van reflectie bij jouw interne implementatieclasses kunnen komen. Denk aan een Spring, om serviceclasses te instantiëren. Denk aan een Hibernate, als het gaat om entiteiten. Dus er zijn best wel heel veel aannames in onze typische software development stack over de toegankelijkheid van code. Zelfs als we al in onze eigen code goed na hebben gedacht over scheiding tussen interface en implementatie, is het at runtime toch vaak een ander verhaal. Nou, dat is waar open packages om de hoek komen kijken. Die vormen eigenlijk een soort van gouden middenweg tussen het exporteren van een package en dus eigenlijk zeggen van dit is een publieke API die ik ondersteun en die ik ook hopelijk backward compatible ga evalueren enzovoort enzovoort. En de volledige encapsulatie die je anders hebt van een package met types erin. Waar je dus zelfs met reflectie niet meer bij kan. Opens zit daartussenin. Als je een open package hebt, dan zal die package niet te gebruiken zijn at compile time. Dus als developer kun je niet tegen types in die package aan compileren. En zul je dus ook niet stiekem van implementatieclasses gebruik maken bij het ontwikkelen van je applicatie. Maar at runtime staan die packages wel open, zodat frameworks zoals Spring en Hibernate toch via reflectie gebruik kunnen maken van die types om voor jou dependency injection te doen of het verrijken van entiteiten met bytecode enhancers, dat soort zaken. Dus ook voor dat scenario is er een mogelijkheid. En overigens, als je denkt dat alle packages in je module open zouden moeten zijn, ja, dan kun je er ook voor kiezen om het open keyword voor module neer te zetten. En op die manier een open module te maken. Waarbij alle packages die erin zitten automatisch at runtime voor reflectie beschikbaar zijn. Nou, dat is natuurlijk best wel een hoop theorie en een hoop plaatjes. Dus ik denk dat het ook goed is om eens te kijken wat de impact is op gewoon de code zelf. En op de manier waarop je code compileert. En om dat te laten zien heb ik een kleine demo-applicatie. En die applicatie die heeft als doel om een stukje tekst in te lezen. En dat doet hij met behulp van een CLI-component, een command line interface component. Die zit in één module. En die zal vervolgens die tekst naar een analyse-component toesturen, die ook in zijn eigen module zit. En daar zal een metric uitkomen. En die metric die willen we uiteindelijk op de command line terugzien. Nou, het gaat niet zozeer om de functionaliteit, maar het gaat met name om de structuur van deze oplossing. En wat ik jullie wil laten zien is dat we hier diezelfde twee modules hebben. Die we net in het plaatje zagen, dus de CLI-module en de analyse-module, direct onder de source directory. Dus dat is ook wel interessant. Hè? We hebben nu een nieuw soort directory, namelijk module directories. En binnen zo'n module directory zit gewoon mijn typische package-hiërarchie. In dit geval is er één package met één class. En top-level zit daar ook zo'n module-info-descriptor, waar we het over hadden. Nou, die is nu heel leeg en heel simpel. Wel valide overigens, hè. Dus module keyword en dan EasyText CLI als naam van de module. En interessante discussie ook van, ja, dat module keyword, betekent dat dan nu dat alle source files waar ik een variabele heb die module heet of een van de andere keywords, dat ik die niet meer kan gebruiken? Nou, dat is gelukkig niet zo.
Want wat je ziet is dat deze keywords zijn eigenlijk alleen maar keywords in de context van module-info.java. Dus dat is goed. Nou, in de andere module hebben we zo'n vergelijkbare structuur met een package-hiërarchie, een class en een module-info.java. En ook daar weer op dit moment alleen nog eventjes het module-keyword en de naam van de module. Als ik de code er even bij pak, dan zien we dat het een vrij simpele plain Java-class is met een main-methode. We lezen even een argument in, dat is een filename. Die file gaan we inlezen. Vervolgens zetten we die file om in een string. De string die knippen we nog eventjes op in zinnen en in woordjes. En uiteindelijk gaan wij in die main-class een zogenaamde Flash Kinkade-class instantiëren. En dat is die analyse die in die andere module leeft. Daar roepen we analyze op aan. En daar stoppen we de zinnen en de woorden in. En uiteindelijk krijgen we daar een waarde uit terug. En die printen we gewoon. Nou, om ook nog even de andere class erbij te pakken. Die analyse class. Ook weer een plain Java class. Geen speciale annotaties. Geen speciale frameworks. Dit is allemaal standaard Java. En die analyse methode, zonder hem helemaal door te lopen. Gaat gewoon een lijst van strings in. Komt een dubbel uit terug. En dat is hetgene wat we willen aanroepen. Wat ik nu wil laten zien is dat de Java compiler, maar ook de Java runtime, een aantal nieuwe trucjes hebben geleerd om om te gaan met deze modules. Dus wat ik hier ga doen, ik ga mijn modules compileren. En dat doe ik met behulp van het nieuwe module source path. Die begrijpt de layout waar ik het net over heb gehad. Waarbij we dus meerdere modules tegelijk in een source directory hebben en gaan compileren. En ik geef ook even een output directory mee. En uiteindelijk, en dat is iets wat we vaak vergeten, omdat we gewend zijn om buildtools zoals Maven en Gradle te gebruiken, die het over het algemeen voor ons oplossen. Maar als je de compiler direct gebruikt, zul je ook alle Java-files die je wilt compileren mee moeten geven aan de compiler. Nou, dit Linux-trucje helpt daarbij en zal ervoor zorgen dat deze vier Java-files, dus die twee module-info's en main en flash kinkade, aan de compiler worden meegegeven. Normaal gesproken, als we het even zonder modulesysteem zouden beschouwen, zou dit genoeg zijn om tot een succesvolle compilatie te komen. Maar wat we zien, is dat als we dit doen, we een error krijgen. En die error die zegt, ja, die package, hè, bij het compileren van de main module is dit, die package, die Easy Text Analysis package, die bestaat wel. Die zit ook in module Easy Text Analysis, dat kan hij zien, want ja, die hebben we natuurlijk ook meegegeven. Maar module Easy Text CLI does not read it. En does not read it betekent er is geen dependency tussen die twee modules. En dus mag ik ook niet gebruik maken van de code die in die andere module zit. Uiteraard kunnen we dat oplossen door expliciet te zijn over de relaties tussen onze applicatiecomponenten. Dus in dit geval kan ik meegeven dat wij een requires hebben op Easy Text Analysis. Op deze manier. Overigens zou dit een bewuste keuze moeten zijn. Hè? Dus niet maar zoiets wat je met je autocomplete, net zoals automatic imports in je IDE zou willen doen, hoewel het wel kan. Maar dit is echt iets waar je over na wilt denken, van wil ik deze dependency eigenlijk wel hebben? Past dit in mijn architectuur? Past dit in het plaatje zoals ik mijn applicatiedesign voor me zie? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor dependencies naar je eigen applicatiecomponenten, maar ook naar third-party dependencies. Waar je iedere keer ook weer goed die afweging moet maken van ja, wil ik dit eigenlijk wel gebruiken? Wil ik dit mijn systeem binnentrekken? Maar goed, in dit geval willen we dat en kunnen we het op deze manier aan de compiler duidelijk maken dat we inderdaad van code uit Easy Text Analysis gebruik willen maken. Als ik nu opnieuw compileer, dan krijg ik een error die er heel erg op lijkt, maar toch subtiel anders is. Het gaat nog steeds over die analysis package, waarvan je ziet dat die in Easy Text Analysis zit, die module, maar die is niet geëxporteerd. En dit is die strong encapsulation waar we het net over hadden. Dus op dit moment moet ik mij als developer goed afvragen van hey, als developer van die analysis module, is dit inderdaad iets interns? Of is dit iets wat ik wil dat anderen gebruiken? Nou, aangezien dit de enige klas is in deze module, is het waarschijnlijk wel bedoeld voor anderen. Dus gaan we met behulp van exports ook aangeven dat deze package inderdaad geëxporteerd is. Zo, op deze manier. En als we dat voor elkaar hebben, dan zie je dat we inderdaad een succesvolle compilatie hebben. Dat we ook in de output directory die twee modules weer terugzien, waar we het over hebben gehad. En dat in die module directories dus inderdaad ook de gecompileerde vorm van die module descriptor zit. En dat is leuk, want dat betekent dat we nu de applicatie kunnen gaan draaien. En dat we daarbij niet gebruik maken van het oude classpath, wat overigens nog steeds aanwezig is. En om heel duidelijk te zijn, alles wat ik laat zien met modules en in nieuwere versies van Java is optioneel, is volledig optioneel. Dus je hoeft niet gebruik te maken van modules. Ik laat alleen zien wat er mogelijk is op dit moment. Maar we gaan nu dus in plaats van het classpath, gaan we van het modulepath gebruik maken. En in plaats van zomaar een willekeurige class starten, ga ik een module starten.
In dit geval de Easy Text CLI module. En omdat ik nog geen jar file heb gemaakt met daarin een standaard entry point voor deze module of jar file, moet ik nog even aangeven welke class ik dan uit deze module wil starten. En dat is de EasyText CLI.main class. En als ik dat doe, krijg ik inderdaad mijn welkom tekst en zou ik ook een bestandsnaam mee kunnen geven die uiteindelijk die Flask in case core uitrekent en op de console print. Nou, of dit nou ingewikkelde tekst is of niet, dat laat ik als een oefening voor de luisteraar. Wikipedia is je vriend. Maar het laat in ieder geval zien hoe je met behulp van het modulesysteem die concepten die we net op het scherm zagen, van expliciete dependencies en encapsulatie kunt toepassen. Sommigen van jullie hoor ik nu denken van ja, dat is leuk, maar module path, class path, what's in the name? Het ziet er nogal hetzelfde uit. En om te laten zien wat er gebeurt at runtime, op het moment dat er iets niet in de haak is, kan ik het illustreren door bijvoorbeeld deze analysis module weg te gooien. Dus we hebben nu in onze module path alleen nog maar die EasyText CLI module staan. Ik ga ook niet opnieuw compileren, dat zou natuurlijk vals spelen zijn, maar ik ga de applicatie opnieuw opstarten. En wat je ziet is dat in plaats van een runtime class not found exception of iets dergelijks, krijg ik een hele nette module find exception van de JVM. Die tegen mij zegt van ja, die module easy text analysis, die kan ik niet vinden. Maar die heb ik wel nodig. Want ja, dat heb je, dat is gewoon aangegeven in die easy text CLI module. Dus ga dat eerst oplossen. En pas dan gaan we überhaupt maar één regel van de applicatie zelf uitvoeren. Dat is natuurlijk een enorme verbetering ten opzichte van de class path. Ook het feit dat er meerdere versies van een module op het module path staan, kan die detecteren en zal die ook rapporteren. Dus dat zijn allerlei foutsituaties die niet meer voor zouden moeten komen op het moment dat je modules gebruikt. Ja, we hebben nu gezien hoe het werkt. Maar je kunt je ook afvragen, ja, we hebben ook een aantal van de voordelen genoemd, maar waarom is het nou eigenlijk in de JDK gekomen? En waarom heeft Java deze feature geïmplementeerd? En eigenlijk zit daar best wel een redelijk eigenwijze reden achter van het JDK-team. Want als je kijkt naar de JDK zelf, ja, die is ook gemodulariseerd met behulp van ditzelfde modulesysteem. En eigenlijk is dat ook een van de hoofddoelen geweest van het hele modulesproject. Omdat de JDK een codebase is die eigenlijk de ultieme monoliet was. Als je kijkt in Java 8, dan heb je zo'n rtapen-jar, de runtime-jar. En in die runtime-jar, ja, daar zitten tienduizenden classes die het Java-platform met elkaar vormen. En je kunt je voorstellen dat zo'n codebase, die over 20 jaar ontstaan is, best wel wat van de problemen heeft waar we het over hebben gehad. Een aantal dependencies die gewoon echt niet lekker zitten tussen platformclasses. Maar nog veel belangrijker, heel veel applicaties en libraries die toch stiekem gebruik zijn gaan maken van die interne JDK-details. En waardoor Oracle de keuze had of te zeggen van oké, we moeten het aanpassen, dus jullie hebben pech, je applicatie gaat kapot. Of ze moesten ook die interne private internal classes ja, eigenlijk backward compatible houden. Nou, dat laatste is waar ze heel lang voor gekozen hebben. Maar op een gegeven moment is het gewoon onhoudbaar als je een applicatie, een platform zoals een JDK, wil blijven doorevalueren. Dus dit modulesysteem is ook voor hen de mogelijkheid om uiteindelijk voor die JDK-modules heel strikt scheiding aan te brengen tussen de verschillende functionaliteiten en daar ook expliciete dependencies in aan te brengen. Dus je hebt modules zoals Java SQL, Java XML, crypto. Het is allemaal heel netjes opgedeeld en verdeeld. Maar voor iedere module ook door middel van strong encapsulation dingen af te kunnen schermen. Zodat er niet nieuwe legacy gaat ontstaan die tegen die interne implementatiedetails blijft aanpraten. En dat is een van de redenen. En uiteindelijk, ja, wat krijg je daardoor? Een codebase die veel onderhoudbaarder is, flexibeler en waar ook alle afhankelijkheden heel erg expliciet zijn en je kunt zien wat de impact van je wijziging is. En als je dat wat algemener stelt, dan is modulair programmeren en het gebruik van een modulesysteem is eigenlijk een manier om het gat tussen wat er op het whiteboard gebeurt qua ontwerp en de daadwerkelijke implementatie, om dat gat zo klein mogelijk te krijgen. Want we kennen het allemaal, hè? Prachtige plaatjes op het whiteboard, we hebben allemaal mooie componenten bedacht en in het begin zie je het ook nog wel terug in de codebase, maar na een paar maanden, een paar jaar, architectwisselingen, developerwisselingen. Ja, je houdt het gewoon niet droog als je niet heel strikt bent met elkaar, als je niet heel erg gedisciplineerd bent. En een modulesysteem zet wat, zeg maar, guardrails naast alle componenten die je bedacht had in je hoofd. En zorgt ervoor dat je dat ook in source code kunt uitdrukken. Zodat het niet alleen maar discipline is, niet alleen maar developer discipline is, maar dat de tooling en de hele stack je ook helpt, ja, om die architectuur, om dat ontwerp te bewaren. Maar het is niet zo dat een modulesysteem alleen maar
terugkijkend je helpt om dingen die je eigenlijk al zou moeten doen, te implementeren. Het maakt ook nieuwe dingen mogelijk. En een van die nieuwe features heeft alles te maken met een zogenaamde tool J-Link. En J-Link probeert eigenlijk dit probleem op te lossen. Als je kijkt naar de typische manier waarop we Java-applicaties distribueren, dan heb je aan de ene kant een JDK nodig, waar eigenlijk alles in zit, hè? Van Corba tot en met Java Lang Object, tot en met Swing, tot en met, nou, noem maar op. En daarbovenop draaien we onze applicatie, die typisch toch wat kleiner is. Oké, twee libraries is misschien wat heel erg optimistisch, maar al met al is je applicatie wat kleiner dan de JDK, over het algemeen. En hij maakt ook lang niet gebruik van alles wat er in de JDK zit. Dus het is eigenlijk best wel verspilling om altijd zo'n JDK te moeten hebben. Nou, J-Link biedt daar een oplossing voor. En wat je kunt doen met J-Link is een zogenaamde custom runtime image genereren. En een custom runtime image moet je eigenlijk denken aan een mini JRE, Java Runtime Environment, die gegenereerd wordt voor jou. Met alleen jouw applicatiemodules en uiteraard je libraries die je gebruikt. Plus de modules uit de JDK die jouw applicatie nodig heeft. Maar ook niet meer dan dat. En hoe kan J-Link dat doen? Nou, de enige manier waarop dat kan, is door gebruik te maken van de informatie die in die module declaration zit. Want daar moeten we expliciet zijn over de relaties. En niet alleen over de relaties tussen de applicatiemodules, maar ook de relaties die onze applicatiemodules hebben met JDK-modules. Dus op die manier kan J-Link een minimale module graph eigenlijk uitrekenen van de applicatie. En op basis daarvan genereert hij voor jou een custom runtime image. En in die custom runtime image zit een JVM, zitten dus alle modules die nodig zijn. En heb je eigenlijk een hele self-contained package met alleen de code die nodig is om jouw applicatie te draaien. En dat kan een heel stuk kleiner zijn dan die volledige JDK waar we het net over hadden. Dat is natuurlijk heel interessant op het moment dat je microservices in een Docker-omgeving aan het provisionen bent. Of als je in de IoT-space zit waar ook alle resources meetellen. Dus dat is een interessante nieuwe mogelijkheid die we erbij hebben gekregen. Verder is het ook zo dat we eigenlijk met J-Link een nieuwe development fase toevoegen. Tussen het compileren en het uiteindelijk draaien. Waarbij in die linking fase ook alle code bij elkaar komt die nodig is voor je applicatie. Wat ook weer hele interessante mogelijkheden biedt voor nieuwe optimalisaties. Die over klassen en modulegrenzen heen gaan. En dat is ook iets wat mogelijk is met J-Link. En op basis van een pluggable structuur hopelijk ook steeds verder uitgebreid zal worden. Goed, zoals ik al zei. Modules in Java, nieuw, groot, best wel impact. De hele JDK ziet er daardoor anders uit. Nieuwe tooling. Maar je hoeft het niet te gebruiken. Het is optioneel. En de vraag is, ga je er iets van merken als je voorbij Java 8 gaat migreren? Ook als je niet gebruik maakt van een modulesysteem. En het antwoord is, waarschijnlijk wel, maar hopelijk steeds minder. Wat je zult zien, is dat nu de JDK gemodulariseerd is. Eigenlijk al die interne implementatietypes van de JDK, ja, die zijn nu encapsulated binnen die JDK-modules. Betekent dat je er eigenlijk geen gebruik meer van zou mogen maken. Maar de realiteit waar we in leven is dat er nog heel veel libraries en applicaties zijn die stiekem wel afhankelijk zijn van die interne implementatiedetails op de JDK. Dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben de regels voor het classpath nog redelijk soepel gehouden. Dus op het moment dat jij je applicatie van Java 8 het classpath oppakt en brengt naar Java 11 of later op het classpath, dan zul je wel een warning zien op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van die interne implementatieclasses, maar zal het nog wel draaien. Nou, het is natuurlijk best wel bijzonder dat de JDK zelf echt warnings gaat printen voor het draaien van je applicatie. Dat geeft ook wel aan dat het echt wel een groot ding is en dat je er iets mee moet. Maar voorlopig zal het niet direct kapot gaan, zullen we maar zeggen. Aan de andere kant, als jij zelf code hebt die op dit moment compileert met Java 8 en waarbij je gebruik maakt van interne JDK-types, en dat gebeurt soms nog best wel hoor, voor Sun Base64-classes en andere dingen, ik zie het nog wel voorkomen, dan zal het niet meer compileren. Dus je kunt geen nieuwe legacy meer introduceren met de nieuwe versies van Java op het moment dat je code gaat compileren. Dus daar zit het verschil tussen compileren en het draaien van oude code. Maar eigenlijk is de boodschap, als je naar Java 11 of later gaat, ja, dan wil je geen gebruik meer maken van die interne implementatiedetails. Ondanks dat er allerlei workarounds zijn, zorg dat je je libraries bijwerkt. Want de meeste libraries die hebben al goed geluisterd sinds Java 9 is released. En zijn al up-to-date en maken geen gebruik meer van die interne implementatiedetails. En als het je eigen code is, ja, ook daar is dat iets wat je echt wilt gaan oplossen. Dan is er nog een ander issue. En dat heeft te maken met een aantal Enterprise APIs die in Java normaal gesproken altijd meegebundeld werden, ook in de Standard Edition, in Java SE.
En die enterprise APIs, daar vallen onder andere Corba, JaxB, JaxWS vallen daaronder. En die zijn in Java 9 in hun eigen module terechtgekomen. Dat is goed. Maar die modules die zijn ook direct als deprecated gemarkeerd. Omdat er gezegd is, ja, eigenlijk horen deze technologieën, die horen gewoon niet in Java SE thuis, die horen bij Java EE. Of eigenlijk moet ik tegenwoordig Jakarta EE zeggen natuurlijk. Dus die zijn verantwoordelijk voor die artifacts en niet de JDK. Nou, die zijn dus in Java 9 gedeprecated. En uiteindelijk in Java 11 zijn ze ook echt daadwerkelijk verwijderd. Dus als je applicaties hebt die ervan uitgaan dat deze technologieën in de JDK zelf zitten, dan zal het niet gaan werken op Java 11. Nou, de makkelijke en duidelijke oplossing is natuurlijk, als je zo'n issue hebt, ja, dan zul je die technologieën zelf als externe dependency moeten toevoegen aan je applicatie. En deze technologieën, zoals ik al zei, die worden ontwikkeld door Java EE / Jakarta EE. En daar zijn gewoon recente versies van in Maven Central te vinden. Behalve voor Corba, maar ja, als je daarmee werkt, dan heb je sowieso een uitdaging. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Goed, dat waren modules en hoe ze in Java 9 geïntroduceerd zijn en nu nog steeds in Java 11, 12 en later beschikbaar zijn. Ik wil het ook hebben over andere features, namelijk JShell. En wie weet waar REPL voor staat? Iemand? Read, Eval, Print, Loop. Ja, waren een paar. Maar ja, als je het niet wist en je ziet deze woorden, denk ik misschien nog van oké, waar gaat het over? JShell is een interactieve tool waar je Java-code in kunt uitvoeren en proberen. En de read-fase is eigenlijk van ik voer wat code in. Eval is, ik druk op enter en het wordt daadwerkelijk geëvalueerd, uitgevoerd door JShell. Print, nou, ik zie ook direct resultaten. En loop, ja, dit is een iteratieve tool, dus je kunt het blijven doen en je kunt erin blijven verbeteren. Maar genoeg gepraat, laten we gewoon eens kijken hoe het er in werkelijkheid uitziet. Ik heb hier een normale shell, ik ga JShell opstarten. Ik zal mijn font even wat groter maken, zo. Ik ga JShell opstarten. En het eerste wat ik jullie zal laten zien is hoe die weer uitkomt. Want we hebben waarschijnlijk allemaal wel de Vim experience gehad. Hè? Dat je iets opstart en je weet echt niet meer hoe je eruit komt. In dit geval is het gewoon slash exit of ctrl-d, werkt ook. Ctrl-c werkt niet. En op die manier ben je eruit. Maar het leuke is natuurlijk om iets te doen in JShell. En wat je kunt doen in JShell is Java expressies en Java statements evalueren. Nou, de simpelste expressie is natuurlijk deze. Dat werkt, dat doet wat je verwacht. Je ziet ook dat er een synthetische variabele naam gegenereerd wordt voor het resultaat. Daar kan ik naar terugverwijzen. Dan kan ik zeggen, doe er wat bij en dan krijg ik inderdaad 4. Dus op deze manier kun je heel eenvoudig expressies evalueren en hergebruiken. Nou, over het algemeen zul je het niet voor 1 plus 1 gebruiken. Maar er zijn natuurlijk best wel wat Java-specifieke dingen waar je af en toe denkt van, oh, hoe zat het ook alweer? Bijvoorbeeld als we die bit-shifting operators gebruiken, die we waarschijnlijk niet dagelijks gebruiken. Hè? Dus als we nou 4 pakken, dus 001, en doen een 9 bits left-shift. Iemand, gokje, wat eruit komt? Geen binary wizards hier. 2048 in dit geval. En ook hier geldt er overigens weer, als we het andersom doen, dan krijgen we weer origineel terug. Nou, dit is echt zo'n specifieke operator, daar heb je gewoon Java semantiek en syntax voor nodig om dat even uit te proberen. Het is ook een hele aardige tool om APIs te verkennen. Je kunt namelijk niet alleen expressies uitvoeren, maar je kunt ook statements uitvoeren. Bijvoorbeeld de al bekende systemoutprintlin. Hello, Defcon. Zo. Nou, op deze manier doet hij wat je zou verwachten. Je krijgt de output te zien. Er is geen resultaat, het is een void method. Dus we krijgen ook geen synthetische variabelen terug. Iemand anders die nog iets anders ziet dan bij normale Java-code? Geen punt komma. Nou, het is geen hele grote wijziging, maar het is wel makkelijk in zo'n shell om dat niet te hoeven doen. En als we het hebben over wat er anders is. Iemand ziet wat hier dan anders is dan in normale Java? Try-catch, inderdaad. Dus dat is ook top level voor je afgehandeld, hoef je ook niet aan te denken. En mocht je nou een foutje maken en inderdaad die foreground thread enorm in bezet houden, dan kun je er met ctrl-c gelukkig heel snel uitkomen en kun je gelukkig weer lekker verder in JShell. Als je kijkt naar tab completion, zit er ook in. Dus ik druk nu op tab, krijg een completion hier. Ik druk nog een keer op tab en ik krijg de overloads van de methode te zien. Zijn er 2 in dit geval. En ik kan nog een keer op tab drukken en dan krijg ik ook daadwerkelijk de Java-doc. Dus ja, je hebt eigenlijk wel alles bij elkaar om een API tegelijk te verkennen en te proberen. Dus dat is best wel handig. Dingen waar ik het vaak voor gebruik, en dat is niet dagelijks, maar wel om de week of wekelijks,
af en toe een stream pipeline die je even wilt prototypen. Java reguliere expressies. We weten ook allemaal dat die net even anders zijn dan in andere talen en net even anders gedragen. Kun je ook heel makkelijk uitproberen in zo'n soort omgeving. Maar ook gewoon het verkennen van nieuwe Java API's. Wist je bijvoorbeeld dat er in de nieuwe Java versie... even kijken hoor. Ah, dan moet ik wel de goede versie opstarten. Wil ik de versie van Java 12 hebben? Ja, daar gaan we. Wist je bijvoorbeeld dat er op string een nieuwe, in dit geval, repeat methode bijgekomen is? En nou, die kunnen we zo meegeven. En op die manier hebben we Batman team zomaar in één regel. Hè, dus dat soort dingen kun je heel makkelijk ontdekken met zo'n interactieve tool en lekker mee spelen. Nou, er is nog veel meer wat je kan doen. Je kunt zelfs methodes, classes, andere dingen definiëren. Je kunt expliciete namen geven aan variabelen. Dat soort zaken. Dus het is echt een hele rijke tool. En ik raad je zeker aan om er eens mee te spelen. Omdat het je gewoon heel erg kan helpen tijdens je development proces. Om dingen uit te proberen en dingen te testen. Dat is een vraag. Dus de vraag is, van, kun je ook een loopje maken en wat is er dan met de statements binnen dat loopje? Moeten daar wel puntkomma's achter? Ja, op het moment dat je een multiline statement hebt, dan zullen er wel puntkomma's achter moeten. Ja, sorry, ik kan het niet mooi maken. Goed, dat was JShell. De andere hele fijne toevoeging, vind ik, in Java 9, zijn de collection factory methods. En wat we natuurlijk allemaal weten is dat als we een predefined lijst van elementen in een collectie willen hebben, ja, dan krijg je zoiets als dit. Dus je moet een variabele aanmaken. Je moet nadenken, oké, welke lijsttype wil ik eigenlijk? Linklist, ArrayList. Nou, doe maar ArrayList, doet iedereen. Vervolgens add. En dan heb je een lijst met drie elementen. Dus wel die hele rare Arrays.sList in dit geval, hè, die je zou kunnen gebruiken. Maar ja, waarom moet je een Arrays-klas gebruiken om een list te maken? Dat is ook een beetje vreemd. Dus al met al niet een heel fijne ervaring dit. Nou zou je natuurlijk kunnen denken van, oké, misschien moeten ze collection literals aan de taal toevoegen. Net zoals in Scala, bijvoorbeeld in Groovy, waar dat in zit, in Ruby, dat soort talen. Maar ze hebben eigenlijk gekozen voor een, vind ik, best elegante oplossing, waarbij de taal niet aan hoeft gepast te worden, maar we gewoon een collection factory method erbij krijgen. In dit geval zou je gewoon list of kunnen gebruiken. En je stopt er de elementen in die je wil. En je krijgt een lijst terug die immutable is. Waarvan de factory voor jou een goede implementatie erbij zoekt, zonder dat je daar zelf over hoeft na te denken. En ja, gewoon een heel lichtgewicht manier om collecties aan te maken. En het mooie is, die is er ook voor sets en voor maps. Bij maps zul je natuurlijk key value achter elkaar moeten zetten. Maar dat werkt ook allemaal zoals je zou verwachten. Een hele handige toevoeging voor de momenten dat je zo'n set wilt hebben in de applicatie. En dat brengt ons eigenlijk bij Java 10. En hoewel er best wel wat features in Java 10 zitten, wil ik het over eentje hebben met jullie. En dat is var. Dat is namelijk een redelijk hot topic geweest op het moment dat dit in de taal terecht kwam. En wat is var? Nou, de officiële naam van de feature is Local Variable Type Inference. Dus het gaat over variabelen. Maar niet zomaar variabelen. Nee, het gaat over lokale variabelen. En wat je nou kan doen met die lokale variabelen is in dit geval zeggen van, ja, het is leuk dat we hier zeggen dat het een string is, maar eigenlijk zou de compiler dat zelf ook moeten weten. En kunnen we dat vervangen door var. En sommige mensen denken van, is Java nu JavaScript? Is het nou een dynamische taal? Nee. En nog eens nee. Het is nog steeds statisch getypeerd. Alleen in dit geval laten we de compiler wat meer werk doen. En zal de compiler zelf afleiden uit het feit dat er een string staat aan de rechterkant, dat het type van name waarschijnlijk wel string moet zijn. Nou, moet je nu in één keer maar je hele codebase ingaan en voor alle lokale variabelen zeggen van, maak er maar var van? Nou, lijkt me niet handig, want in sommige gevallen maakt var je code leesbaarder en in sommige gevallen maakt het ook lastiger leesbaar. Een voorbeeldje waar ik denk dat het zeker wel een verbetering is, is in dit soort situaties. Je ziet het hier, URL is nieuw URL. Nou, dat klinkt wel een beetje redundant. Dan vervolgens openen we een connectie, maar we zijn eigenlijk niet echt heel geïnteresseerd in het type van die connectie, want we willen hem gewoon doorgeven. En dan krijgen we weer buffered input stream. Input stream is nieuw buffered input stream. Nou, je ziet hier al weer wat redundantie. En als we dit zouden opschrijven met var, dan zie je eigenlijk iets interessants gebeuren. Want in plaats van dat de focus ligt op de types, zie je nu dat de focus enorm komt te liggen op de namen van de variabelen. Wat ook betekent dat we als developers, wat we eigenlijk altijd al zouden moeten doen, maar wel goed moeten nadenken over de naam van die variabelen. Om daar een zinvolle flow in aan te brengen.
En op deze manier denk ik dat voor dit soort stukjes code, hè, waar alles lekker bij elkaar staat, waar goed overzien is wat nou echt het type is, want ja, met zo'n constructor-invocatie is het gewoon 100% duidelijk wat het type is van die variabelen, denk ik dat var echt wel een verbetering is. Maar ja, het kan ook wel de andere kant op werken. En om dat te laten zien, ga ik onze favoriete nieuwe tool erbij pakken, JShell, en ga ik jullie gebruiken als compilers. Ja, kijk maar uit. Ik ga JShell ook eventjes instrueren om wat explicieter te zijn in de feedback die je geeft. En als ik bijvoorbeeld zou zeggen, var i is 1, we gaan makkelijk beginnen. Wat is het type van i? Int. Gelukkig, iedereen weet dat. Hè? Dus we zien ook inderdaad die een type i van int heeft aangemaakt. En als we nou hetzelfde zouden doen met bijvoorbeeld 2.0. Wie? Double. Gelukkig, niemand die float zei. Heel goed. Dus nou, redelijk duidelijk. Je zou het nog duidelijker kunnen maken door dat d'tje toe te voegen. Hè? Waardoor je gewoon helemaal geen ambiguïteit meer laat. En dan krijg je nog steeds een variabele van type dubbel. Dus dat is op zich nog allemaal redelijk goed te overzien. Hè? Net als die constructor invocation die ik zei. Dus absoluut duidelijk wat het type is van de variabele. En wat als we bijvoorbeeld dit zouden doen? Wat is het type hiervan? Object hoor ik. Ja. Ja, het zou kunnen, object. Je hebt zelfs ook een type dat heet void, met een hoofdletter v. Dat zou die ook kunnen afleiden, maar dat is een beetje zinloos, want dan kun je alleen maar nuls blijven toewijzen aan die variabelen. Dus dat wil je eigenlijk ook niet. Dus wat ze gezegd hebben van, ja, laten we deze combinatie gewoon niet toestaan. Weet je, als je wat meer informatie aan de rechterkant stopt, zoals dit, dan is prima. Dan weten we gewoon zeker van, je wilt dat het van type object is. Je hebt er echt zelf voor gekozen. Maar alleen zo'n kale nul, dat gaan we niet toestaan in combinatie met var. Wat op zich volgens mij een goede keuze is. Laten we gelijk eens gebruik maken van die mooie list factory method. Want wat als we nou een lijst aanmaken waar een 1 in zit en een 2.0. Ik zal het d'tje even toevoegen voor de duidelijkheid. Dus een dubbel. En een string in zit. Wat zouden we verwachten dat hier voor type uitkomt? Error, zegt iemand. Object. Ik hoor zelfs in iemand fluisteren serializable. Dat komt al een beetje in de buurt. Het wordt namelijk een heel spannend type dit. Kijk, oh, is het geen beauty? Dus het is een lijst van dingen die serializable en comparable zijn. En constable implementeren en constant desk. En overigens die laatste twee, dat zijn nieuwe dingen uit Java 12. Dus het is je vergeven als je dat nog niet kent. Maar wat je hier ziet, is dat de compiler kan redeneren over veel specifiekere en preciezere types dan wij zelf. Dan wij zelf kunnen uitdrukken ook in source code. Want dit kan ik niet opschrijven als het type van deze lokale variabele. Dat gaat niet werken, dat kan ik je nu al vertellen. En dat is best wel verrassend natuurlijk. Dus ik wil het laten zien om aan te geven dat zelfs, ook al lijkt het een redelijk triviale en kleine feature, dat het nog best wel eens wat onverwachte gevolgen kan hebben. En nou, gewoon omdat het leuk is, nog een laatste. Want wat we ook kunnen doen, sinds Java 7 zelfs al, is gebruik maken van die mooie diamond operator. Want ja, je moest altijd aan twee kanten die generic type variables aangeven. Dus waarom zou je dat doen? We laten het gewoon weg aan de rechterkant. Maar met var zit het natuurlijk iets anders. Want we hebben aan de linkerkant geen expliciet type meer. Dus wat is het type hiervan? Of is het een error? Of wat denken jullie? Ik hoor error inderdaad. Ik hoor mensen nog wel over die void. Nee. Dit wordt wel weer een ArrayList van object. Dus ja, dat is toch wel tricky. Hè? Dus in dit geval zou ik adviseren om gewoon hier expliciet een type op te nemen. Of om geen var te gebruiken, maar die diamond. En dan aan de linkerkant expliciet een type op te nemen. Maar dit allemaal om aan te geven van, denk wel goed na voordat je deze feature gebruikt. Het is niet allemaal zomaar op. We gooien alle types weg en we zetten de var neer en het wordt korter, dus het is beter. Absoluut niet. Goed, dat was Java 10. We komen al iets dichter bij huis, Java 11. En in Java 11 is eigenlijk een hele leuke nieuwe API toegevoegd, de HTTP Client API, die een vervanger is van de HTTP URL Connection. Is er iemand die wel gewerkt heeft met die HTTP URL Connection? Ja? Oh, arme zielen. Het is een verschrikkelijke API, hè, als je naar kijkt. Het is een API die toegevoegd is in Java 1.1, dus was voor generics, voor enums, voor lambda's. En nou ja, dat is ook wel te zien als je die API gebruikt. Maar het is niet alleen een modernere versie van die HTTP URL connectie. Het is ook een API die veel meer nieuwe technologie ondersteunt. HTTP2, WebSocket communicatie en zelfs integratie met Reactive Streams. Dus het is echt een hele moderne en wat mij betreft ook heel fijne en prettige API om mee te werken. En hoe ziet het er dan uit? Nou, die API die bestaat uit drie hele belangrijke types. Namelijk HTTP Client en daar zitten de send
en send async met het op. Ik denk dat je wel iets kan voorstellen bij wat ze doen. Al die types die zijn in principe immutable, maar je kunt ze opbouwen met builders, builder API, builder patroon. Werkt prima. En zo'n send methode, ja, die heeft natuurlijk een request nodig, dus er is ook een HTTP request type. En het HTTP request type bevat ook alles wat je zou verwachten, hè, de URI waar het naartoe moet, de methode, get, put, post, delete, hè, alle HTTP methodes, headers, dat soort dingen. En ja, waar er een request is, is er natuurlijk ook een respons. En ook die bevat alle dingen die je zou verwachten, waarbij het belangrijkste waarschijnlijk meestal de body is in dit geval. Dus dit zijn eigenlijk, nu heb je gewoon de basics al te pakken van die API. Hoe ziet het er dan uit als je een stukje code wil schrijven? Nou, dit is de simpelste manier om HTTP client te gebruiken. Je ziet dat er een statische methode new HTTP client is. Die geeft ons een HTTP client terug met alle default settings die over het algemeen prima zijn. En we gaan een HTTP request bouwen met de builder API. In new builder geven we gelijk al de URI mee naar Google. In dit geval zal het ook een HTTP2 call worden, want by default gaat hij proberen HTTP2 te doen. Als het niet lukt, valt hij terug naar HTTP1.1. We zeggen dat het een GET request is. Dat zou je zelfs nog kunnen weglaten, dat is ook de default, maar ik denk dat het gewoon beter is om daar expliciet in te zijn. We roepen beeld aan, krijgen een request terug en die stoppen we in de HTTP client send methode. Dan zien we nog een tweede argument in die send methode, de zogenaamde body handler. En dat is eigenlijk het ding wat verantwoordelijk is voor het omzetten van de response bytes van de server in een daadwerkelijk Java-object, wat we gaan gebruiken en wat we terugkrijgen als body in die HTTP-response. Nou, er zijn een aantal predefined ones die prima bruikbaar zijn, bijvoorbeeld de body handlers of string. En in dit geval zal de HTML die we terugkrijgen gewoon als string in de HTTP-response body zitten. Wat mij betreft super bruikbaar, heel goed alternatief. Dus je kunt in principe in heel veel situaties de Apache HTTP client of OK HTTP, etc. kun je er allemaal uitgooien, want het zit nu gewoon in het platform met een hele moderne API. En dan zijn we eigenlijk al aangeland bij de versie die in maart van dit jaar gereleased is, Java 12. En dat was niet een heel grote release in termen van features, maar er is wel iets gebeurd wat nog niet eerder gebeurd is. En dat is dat er een zogenaamde preview taalfeature is toegevoegd. En preview betekent, ja, het is gewoon nog niet gefinalized, maar het zit al wel in de JDK en met een speciaal vlaggetje kun je er gebruik van maken en kun je ook feedback leveren op die feature. Kun je ook laten zien van, hey, ik gebruik het, ik zou misschien iets anders willen. En op die manier kunnen we nu al invloed hebben op hoe die feature er uiteindelijk in de final version gaat uitzien. En die nieuwe preview feature is switch expressions. Nou, we kennen denk ik allemaal de standaard switch statement, hè, met cases en met die hele vervelende fall-through. Dus als je break vergeet, dan gaat hij per ongeluk toch alle andere dingen uitvoeren, wat je eigenlijk vaak helemaal niet wilde. Nou, dat patroon dat hebben ze bij het Java-team ook teruggezien. En ze hebben gezegd, van, ja, eigenlijk zou het mooi zijn als je een switch een waarde kunt laten opleveren, die je dus direct aan de variabelen kunt toewijzen. En dat die cases, ja, dat het ook veel mooier gecombineerd kan worden, zo comma-separated. En dat we dan achter de pijltje eigenlijk niet meer iets willen toewijzen aan de variabelen, maar dat we gewoon direct een waarde willen teruggeven. En dat we dan ook niet meer break hoeven te zeggen en zo. Dus al met al is het een hele mooie manier om vrij veel patronen die je standaard ziet terugkomen in samenwerkingsswitch op een veel nettere manier uit te drukken. Zoals ik al zei, Java 12, nog niet production ready, maar wel op het moment dat je hiermee aan het spelen, mee bezig wilt, klaar en daar om mee te spelen. Maar interessante vraag is natuurlijk van, ja, we zagen het. De meeste van ons die zitten nu op Java 8. Hoe gaat het nou eigenlijk met die nieuwe Java-versies op dit moment? En er zijn best wel wat onderzoeken geweest, met name afgelopen jaar, waarin eigenlijk het beeld wat we hier zagen bevestigd werd. Ongeveer 80% van de Java-community zit gewoon nog op Java 8. En dat is niet alleen die Jax Interpol, ook de Baldung blok. Hier het groene deel is Java 8. JetBrains, zelfde onderzoek. Ook Java 8, gewoon nog heer en meester in de community. En datzelfde geldt voor een Java Magazine onderzoek. Dus we hebben redelijk solide data dat op dit moment de de facto standaard nog gewoon Java 8 is. Het is zelfs zo dat Red Hat heeft gezegd van, ja, wij doen ook OpenJDK releases. We slaan voor nu even Java 9 en 10 over. En we gaan zo meteen naar 11 toe. Dat is nu inmiddels. En we zullen ook zien dat 11 in dat opzicht een bijzondere positie heeft ten opzichte van die Java, andere Java releases. Want wat ik al zei, we krijgen nu iedere 6 maanden een Java-release. En dat betekent dus dat je de keuze hebt, ja, ga ik mee naar zo'n nieuwe release iedere 6 maanden? En dat klinkt misschien een beetje spannend, hè, want voorheen waren die Java-releases best wel een big deal en een grote upgrade. Maar misschien is het ook wel minder spannend dan je denkt, want doordat de tijd kleiner is,
worden de delta's, de verschillen tussen die versies ook kleiner en wordt het ook makkelijker om mee te gaan. En als je in een omgeving zit waar je als DevOps team helemaal in control bent en je gewoon zelf een Docker image maakt, bij wijze van spreken, die je de cloud instuurt, ja, dan is het ook best wel een haalbare kaart. Maar er zijn natuurlijk ook best wel situaties waar je met een heel apart operations department zit, waar wat conservatiever gedacht wordt, waar een Java update misschien nog wel als een big deal wordt gezien. En voor die situaties heeft Oracle en heeft de Java community eigenlijk gezegd van ja, daarvoor willen we een aantal versies gaan aanwijzen als long-term supported. En Java 8 was er eentje van. Java 11 is daar de eerstvolgende van. En eigenlijk wordt er iedere 3 jaar, dus een beetje die ouderwetse cadens, maar iedere 3 jaar wordt er 1 versie wordt aangemerkt als long-term support. En in dit geval is dat Java 11 geworden. En die long-term support daarop, die is afgegeven door vendors. Dus het is niet iets wat binnen OpenJDK landt. Maar Oracle heeft bijvoorbeeld gezegd, wij geven minimaal 3 jaar support als je dat bij ons afneemt. Er zijn natuurlijk meer vendors dan Oracle, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar de hele community is wel om Java 11 heen gaan staan als die LTS-versie. Het is verleidelijk om te denken dat die andere versies dan dus eigenlijk maar spielerij zijn of experimenteel. Nee, dat is niet zo. Ze gaan door dezelfde QA en release cycle heen. Het zijn echt gewoon echte Java-releases. Er kunnen ook gewoon dingen in gedeprecated worden. Dus als je echt van LTS naar LTS gaat onder 3 jaar, ja, dan kan het best zijn dat er enorme dingen verdwenen zijn. Hè? Denk maar aan wat we met Corba en JaxxWes hebben gezien tussen Java 9 en Java 11. Dus het is niet iets om te negeren, maar het is wel iets om heel erg over na te denken van hoe ga ik hiermee om vanuit mijn development team, mijn organisatie. Wat voor strategie kies ik? Kies ik voor de LTS-strategie? Kies ik voor de release-trein meegaan? Kies ik voor een hybride, waarbij ik het een doe in productie en het andere in development? Er zijn allerlei dingen waar je aan kunt denken. Een andere interessante is ook dat meestal wij geneigd waren om Oracle's JDK te kiezen als de Java JDK. Zoals je ook ziet, 70% van de mensen gebruikt eigenlijk nu op dit moment voor Java 8 de Oracle JDK. Maar die Oracle JDK 8, die is eigenlijk sinds januari niet meer gratis te updaten voor gebruik in productie. En dat brengt natuurlijk wel een interessante vraag met zich mee. Wat doe ik dan? Ga ik naar OpenJDK? Ga ik ergens anders naartoe? En daar heb je gelukkig wel keuzes. Hè? Dus stel dat je nu op Oracle JDK 8 zit, met die binary code license, waar je nog wel gratis gebruik mag maken in productie, maar je nu geen patches meer krijgt van Oracle sinds januari, tenzij je gaat betalen. En je wilt migreren naar Oracle JDK 11, dat kan. Maar de regels zijn wel wat veranderd. Oracle JDK 11 is namelijk een betaalde versie van Java. Dus daar zul je een Java SE subscription voor moeten hebben. Het interessante is dat je ook de keuze hebt om voor OpenJDK te gaan. En voorheen was het natuurlijk zo dat er best wel veel verschillen waren tussen OpenJDK 8 en Oracle JDK 8. Maar dat is gelukkig helemaal glad gestreken. Dus qua features en qua mogelijkheden is tegenwoordig JDK, OpenJDK en Oracle JDK is gewoon vrijwel hetzelfde. Eigenlijk helemaal hetzelfde, op wat kleine packaging dingen na. Dus dat betekent dat je heel makkelijk kunt schakelen tussen Oracle JDK en OpenJDK. Maar we zagen ook OpenJDK gaat van release naar release iedere 6 maanden. Dus eigenlijk is de plain OpenJDK distributie, OpenJDK 11, is nu al niet meer gesupport omdat Java 12 er al is. Gelukkig zijn er ook andere vendors die OpenJDK distributies maken. Bijvoorbeeld Amazon met een Coretto, Adopt OpenJDK, wat een community perspectief is. Red Hat doet dat. En die hebben allemaal commitment afgegeven om ook LTS aan te bieden. Het zij betaald, het zij gratis. Amazon geeft het gratis. Azure doet een betaalde versie. Dus er zijn heel veel opties, maar dus ook heel veel dingen om over na te denken op het moment dat je naar een nieuwere versie van Java gaat. Dus dat is best wel iets wat veranderd is in de laatste tijd. Dus hiermee wil ik aangeven, als je nu op Oracle JDK 8 zit, is het wel echt de tijd om na te denken over wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. En ik hoop dat ik ook jullie een goed perspectief gegeven heb van waar je het voor doet. Want er zijn best wel heel wat nieuwe features in die tussenliggende releases waar we vrolijk van worden. En daarmee komen we ook aan het einde van deze sessie. Wat ik al zei, ik hoop dat je een goed beeld geeft van wat je te wachten staat en wat je mag verwachten op het moment dat je naar nieuwere versies van Java gaat. Ben je geïnteresseerd in allerhande dingen rondom het modulesysteem, waar we het ook over hebben gehad, raad ik uiteraard van harte aan om ook te kijken op javamodularity.com, waar ook meer informatie over het boek te vinden is. Overigens, deze content, als je het leuk vindt, is er ook in een volledige dag workshopvorm met allerlei hands-on exercises en dergelijke. Vind je dat interessant, schiet me aan.
Dan zullen we ook daar over hebben wat de mogelijkheden zijn. En met dat, heel erg bedankt voor jullie aandacht. En als je vragen hebt, ik ben hier nog de rest van de middag, dus voel je vrij om aan te schieten. En dan kunnen we eens kijken wat er bij jou gebeurt. Dank jullie wel allemaal.